Bram, ik wou je eigenlijk de vorige thuiswedstrijd al voor de camera hebben, want ik vind dat je met een ijzersterk seizoen tot nu toe bezig bent. Ja, ik denk dat ik er steeds beter in kom en dat de acties weer lukken. En ik denk dat we als team ook gewoon beter voetballen. Ja, maar ook jou individueel. Ik vind jou gewoon de extra stap die je moet maken, wil je in de hoofdklasse voetballen, die heb je echt ook gemaakt dit jaar. Nou, dat is fijn om te horen. En ja, ik merk wel dat we ontwikkelen op de training. En ja, hopen dat we nog beter kunnen worden. Over deze wedstrijd. De breekpunt was de rode kaart. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hun daarvan geschrokken zijn. En dat wij daar goed van profiteren. Snel de 2-1 maken. En dan ja, einde oefening, denk ik. Ja. Hoe voelt het in het veld op het moment dat je zo'n rode kaart valt? Heb je er nou zoiets van, we gaan nou een stapje extra doen. Want dit mogen we niet uit handen geven. Of loopt het allemaal vanzelf? Nee, dat moesten we sowieso al. Want de eerste helft was eigenlijk gewoon slecht. Waar lag het aan? Ja, weet ik niet. Ik denk dat we met z'n allen niet de taken uitvoerden wie we ja, aangehoord hebben gekregen. En ja, dat hebben we in de tweede helft ook te horen, of in de rust ook te horen gekregen. En in de tweede helft hebben we dat denk ik beter uitgevoerd. We staan nu 2 punten achter de kop lopen. Waar gaat dit eindigen, Bram? Ja, goede vraag. Ik heb er geen verstand van. Ik vraag het aan jou. Ik hoop bovenin, want we hebben de koploper ook verslagen. Dus ik denk dat we gewoon bovenin mee kunnen draaien en dat we dat allemaal moeten realiseren. Is dat niet raar? Want normaal gesproken wordt er gezegd, het tweede jaar in de hoofdklasse, dat is veel lastiger dan het eerste jaar. Na 3 wedstrijden hadden we 3 punten, dus iedereen maakte zich een beetje druk erover. Maar we staan gewoon in de top. Ja, maar ik denk dat we vorig jaar ook met Vlaar hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen en dat we bovenin meedoen en niet vanwege het geluk. En ik denk dat dit jaar het voetbal alleen maar beter is geworden en dan zie ik dat de uitslagen groter worden en dat het team meer beleving krijgt. Ik word op de schouders getikt, dus ik moet afsluiten, maar je zegt zelf, ik voel dat we beter worden. Wat is de hand van de trainer daarin? Ja, vooral een groot stukje conditioneel, maar ook een groot stuk voetbal. Ik wil wat meer voetballen. En, waar we vorig jaar veel de lange ballen hanteerden en op de tweede bal gokken, denk ik dat we nou wat meer via de buitenkanten proberen te voetballen en dat ook meer kansen oplevert.